Voilà, we hebben Jelle Tjusgeens erbij geroepen. Jelle, net de overwinning genomen hier in Knokken. Eerst van al, hoe voelt deze overwinning? Ja, heel plezant natuurlijk. Knokken is wel een van de meest vaak makende wedstrijden in België, denk ik. Dus plezant dat ik dat kan winnen. Vooral, laat ons zeggen, onze Jelle hebben we een paar maanden moeten missen. Maar nu staat hij terug, hè. Zesde plaats in Montreal. Dat was al straffe stoot. Nu in Knokken. En nu voor je te komen, hè. Wat verwachten we binnen een week en een half? Ja, Rotterdam is natuurlijk wel de wedstrijd van het jaar. Ja, er is geen Olympische Spelen tijdens om de vier jaar. Dat is de Grand Final, denk ik de grootste wedstrijd dat er in ITU triathlon is. In Montreal was het al echt heel goed en daar was ik misschien twee maanden terug echt deftig aan het lopen. Nu is er weer een dikke maand bij, dus ik hoop dat ik in dat lopen zeker nog beter ben. Ik voel me ook echt goed op trainen, ook in het zwemmen en het fietsen. Dus ik verwacht er wel veel van u. Het wedstrijdscenario moet nog altijd meezitten en er zijn heel veel goede atleten. Maar ik verwacht wel, of ik ga wel echt voor een top 10 en ik hoop misschien zelfs stiekem nog iets meer. Oh, dat is natuurlijk waarschijnlijk wel iets speciaals. In Rotterdam, het is eens een Grand Final dicht bij huis. Misschien wel de enige kans in je carrière dat je zo'n Grand Final dicht bij huis hebt. Hoe leef je er ook naartoe? Onder andere met je familie dan. Ja, het is het. Vorig jaar was in Cozumel in Mexico, het jaar daarvoor in Chicago, het jaar daarvoor in Edmonton. Altijd al heel ver en telkens waren mijn mama en papa er wel. Maar nu komt mijn nicht mee, mijn tante, mijn petekindje dat pas geboren is, komt. Dus dat geeft wel extra veel motivatie. En iedereen is er wel al van mijn familie een tijdje over bezig met appartement boeken en alles wat vastleggen. Dus dat is heel plezant dat iedereen er zo naartoe leeft en dat mijn familie mij eens kan medezien. Maar ik denk ook, er is een hele grote groep Belgische agegroepers die meedoen. Ja, dat is echt zalig, denk ik, dat ook die eens kunnen zien naar onze wedstrijd en zien hoe hard het gaat bij ons, want ik denk dat veel daar niet echt een heel goed beeld over hebben. Maar het is zalig dat het zo dichtbij is en Rotterdam, dat is echt maar een dikke uur rijden, dus ja, dat is echt super en ik kijk er heel hard naar uit. Inderdaad, je zei het zelf, er worden heel wat Belgen verwacht. We hebben nu ook gehoord een grote Jelle Heens aanhang die meekomt. Dan zijn die ook welkom natuurlijk op de Belgium House. Dus we zien jullie zeker in Rotterdam. En met alle Belgen gaan we jullie massaal naar voren stuwen. Bedankt Jelle, geniet nu maar van je overwinning. Dankjewel. En tot binnen een week en een half, man. Bedankt, tot dan. Oké, tot in Rotterdam.